Mijn vader gaat heel professioneel te werk, waardoor wij kunnen besluiten dat ze dat vermoedelijk al eerder hebben gedaan. Deze man met een blauwe rugzak steelt brutaal de halskettingen van een man van 78. Hij trekt de kettingen van zijn nek in het voorbijlopen. Dat gebeurde op woensdag 6 september 2023 aan het treinstation van Blankenbergen. De dief hing na de feiten nog een tijd rond in de badstad samen met zijn compaan en twee vrienden. Misschien herkent u hen. Deze twee mannen wandelen rond 2:20 in de namiddag naar de fietsenstalling van het treinstation in Blankenbergen. De ene draagt een rode rugzak, de andere een blauwe. Die laatste kijkt om en keert plots op zijn stappen terug. Hij heeft één duidelijk doel: de gouden kettingen stelen van deze man, Willy. Hij trekt de kettingen rond de hals uit, scheurt het hemd van Willy kapot en 2 seconden later is hij weg met de buit. Maar ver gaat hij niet. Het valt op dat de dief en zijn compaan niet onmiddellijk de benen nemen, maar dat ze nog een hele poos blijven rondhangen in Blankenbergen. Om 15:45 worden ze opgepikt door de bewakingscamera op de Zeedijk, waar ze rustig op het gemak aan het wandelen zijn, samen met nog 2 andere personen. De compaan met de rode rugzak is via de Kerkstraat naar de Zeedijk gewandeld. Nu is er een derde man bij hem. Hij draagt een felblauw t-shirt en een zwarte rugzak. Ze gaan op hun gemak even een winkel binnen en stappen daarna verder richting de Zeedijk. Onderweg komen ze nog een vierde man tegen met een donkerblauw t-shirt. In totaal is de politie dus op zoek naar 4 mensen. Vermoedelijk hebben de 2 mensen die in het blauw gekleed zijn geen idee wat er zich eerder die dag heeft afgespeeld. Maar het zou inderdaad interessant zijn dat wij ook hen kunnen identificeren om zo verder tot bij de dader en zijn compaan te kunnen komen. We hebben gezien dat het slachtoffer Willy en zijn echtgenote heel erg onder de indruk waren van de feiten. Ze hadden een mooie dag aan de zee gepland, maar dat is dus wel degelijk in mineur afgelopen. De dief heeft donker opgeschoren haar en een lichte stoppelbaard. Hij draagt een wit t-shirt, een witte broek, zwarte schoenen en een blauwe rugzak. Zijn compaan heeft donker haar en draagt een zwarte pet. Hij is ook in het wit gekleed en draagt nog een rode rugzak. De eerste vriend heeft donker haar en een donkere baard met snor. Hij draagt een felblauw t-shirt en een broek van Nike. Hij draagt een geruite pet en een zwarte rugzak. De tweede vriend heeft donker haar, hij draagt zwarte schoenen, een donkere broek en een donkerblauw voetbalshirt van Real Madrid en een geruite pet. Het is niet duidelijk welke taal de mannen spreken. Als u een van hen herkent of ergens anders gezien heeft, neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail. De dader gaat heel professioneel te werk.